wie es kalt ist, irgendwie kalt genug. Het is een hele toegewijde, een hele betrokken, een hele betrouwbare trainer. Ik kan wel zeggen dat ik een fan ben van Latif. Latif Marse Wooter is voor dit seizoen benoemd als hoofdtrainer van CTO 70 zaterdag selectie 1. CTO 70 is een voetbalvereniging in Duivendrecht. 2 jaar geleden was hij actief als trainer voor de A-selectie van AVV Seburgia. Samen met dit team heeft hij meegedaan aan Over de Streep. Maar vandaag heb ik geen voetballers gezien. Ik heb geen mooie kapsels gezien. Geen mooie kleertjes gezien. Ik heb mensen gezien. En ik heb gezien dat een groep mannen met heel veel verschillen, dat we toch heel veel met elkaar gemeen hebben. Latif Wooter, 36 jaar en trainer van de CTO 70 zaterdag. Ik ben Anwar Rankisoen, ik ben keeper van het eerste van de zaterdag van CTO 70 en Latif is mijn trainer. Ik vind hem een hele goede trainer. Ik heb lang tijd in Suriname gespeeld en daar had je ook een aantal trainers die dachten dat ze goed waren. Maar qua technisch trainen viel er dan zwaar tegen of liet ze het aan anderen over. En als je naar Latif kijkt, die organiseert zijn trainingen zelf over een conditiegedeelte en dat doet hij tactisch heel goed. Het team zelf is leuk, is heel divers. Heel veel mensen van verschillende achtergronden, maar ook van verschillende leeftijden. We hebben Rashid die al bijna 40 is en aan de andere kant hebben we mensen die 8, Sammy die 19 is. Dat is heel mooi om dat te zien samenwerken en dat we allemaal met één doel strijden, dus kampioenschap. Ik kan wel zeggen dat ik een fan ben van Latif. Het is naar mijn idee een hele goede trainer om te beginnen. Het is een hele toegewijde, een hele betrokken, een hele betrouwbare trainer. En het is een jongen die laat zien dat hij dingen voor elkaar krijgt. Hij heeft in vrij korte tijd een ontzettend goede, leuke ploeg weten samen te stellen. Een mix van ervaren wat oudere voetballers en jong aanstormend talent. Ik kom onder andere bijna altijd kijken omdat ik gewoon een verschrikkelijk leuk spelend elftal vind. En dat vind ik buitengewoon knap van Latif. Maakt is de passie en liefde die hij voor het voetbal heeft. Latif wordt omschreven als een scherpe, ambitieuze,